Welkom bij het verkeersjournaal van zondag 10 juni. De Bezuidenhoutse Weg in Den Haag wordt opnieuw ingericht. Tot en met half juni worden er in het gedeelte van de Bezuidenhoutse Weg tussen de Prins Klauslaan en het Koningin-Julianaplein werkzaamheden uitgevoerd. Er geldt in deze periode eenrichtingsverkeer richting de Prins Klauslaan. Maar op 11, 12 en 13 juni is de Bezuidenhoutseweg afgesloten. in beide richtingen tussen 7 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Op donderdag 14 juni begint de afsluiting om 10 uur 's avonds en duurt tot de volgende morgen 5 uur. Ook het hele weekend van vrijdagavond 7 uur tot maandagochtend 5 uur is de Bezuidenhoutseweg helemaal afgesloten. In Rijswijk wordt gewerkt in de muziekbuurt. Daar is pas het nieuwbouwproject De Componist opgeleverd. Er wordt gewerkt aan het woonrijp maken van de Sieterstraat en de Mandolinestraat. Tot half juli zullen hier werkzaamheden plaatsvinden om deze straten netjes af te werken. De wegen zullen steeds over een lengte van 40 meter worden opengebroken. In de Citerstraat zal gewerkt worden vanaf de Bazuinlaan richting de Bagno-straat. De Mandolinestraat zal in tegenovergestelde richting worden aangepakt en beide wegen worden gelijktijdig opgeknapt. En tenslotte een bericht uit Delft, aan het Westblok. Wordt een nieuwe duiker aangebracht en dat is een verbinding tussen twee wateren onder de weg door. Ook wordt tegelijkertijd een gasleiding aangepakt. Het complex van hockey- en tennisclub Ringpas blijft bereikbaar. Naast de huidige ingang wordt een tijdelijke brug geplaatst zodat de parkeerplaats ook voor auto's toegankelijk blijft. Auto's en fietsers wordt aangeraden tijdens deze werkzaamheden nog beter op elkaar te letten. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag!